Ja, vrienden, jullie zien hem. Ha, met een smile. De enige echte Simon Tamata, jongens. Ja, en Feyenoord Ajax komt eraan. Ja, klopt. En deze man, die heeft dus bij beide gespeeld, dat weten we. Ja, Simon. Ja, klopt. En bij wie heb je de meeste lol gehad? Bij Feyenoord of bij Ajax? Ik heb de tijden van dat ik gespeeld heb, 3 jaar voor Feyenoord, heb ik ook heel veel lol gehad. Maar... Ja? Ja, heel veel lol gehad. Vooral met de trainers. Hè. Ja. Ik heb geluk gehad dat ik met Johan Cruijff mocht werken. Willem van Haringen, Marinus Israël en Wimpy Jansen. Ik kan er heel weinig gezegd van worden. Wauw. Ja, je hebt wel even... Begrepen, zijn het toch grote namen, hè? Dat noem ik... Hey. Hey, Simon. Ja? Dan noem je even een paar namen op, zeg. Ja, daar ben ik trots op, hoor. Ja, dat mag je zeggen. Bij Feyenoord. Hé, wat zeg je? En dat allemaal bij Feyenoord. Bij Feyenoord ook. Oh ja. Maar luister even goed. Jouw zoon is volgens mij voor Feyenoord, of niet? Of is dat niet zo? Nee, ben je gek, joh. Niet zo gek, man. Nee? Natuurlijk niet. We zijn Ajaxide. Dat mogen zeggen. Nee, we zijn Ajaxide, hè? Ajaxide. Zeker. In hart en nieren. In hart en nieren, ja. Goed. Maar je hebt nog altijd een goed gevoel bij Feyenoord, toch? Ik heb altijd een goed gevoel bij Feyenoord. Ik denk dat ik ook de enige ben op Johan natuurlijk na. Johan is een kampioen geworden. Ik geloof dat hij de beker gewonnen heeft, denk ik. Ja. Toch in 84. Nou, op advies van Johan ben ik naar Feyenoord gekomen. Ja, ja. Heel goed. Dus. Hey. Maar goed, kijk, ik zeg altijd als je best alles hebt gegeven voor de club, dan ben je overal welkom. Ja, ja. Luister even goed. Ik luister. Tamata, wat gaan we doen met dit Feyenoord Ajax? Ik heb daar zo'n raar gevoel over. Waarom heb je een raar gevoel? Ja, ik weet het. Dat je een raar gevoel hebt. We zijn toch de kampioenen nou? Ja. We zijn toch de kampioenen? Nou, zondag pakken we die ook nog even mee. Oh, dan wil je die wedstrijd ook winnen natuurlijk. Ja, natuurlijk willen we die ook winnen. Ja. In wezen mag er niet zoveel uit of Feyenoord of Ajax kampioen worden. Maar als je zegt van oké, Ajax Feyenoord is al een strijd op zich. Daar hoef je niet voor het op te peppen, dat gebeurt. En ik hoop dat we een open wedstrijd krijgen. Ja. Feyenoord heeft ook niet te verliezen. Feyenoord heeft ook niet, maar wij hebben alles te winnen. We praten alleen maar over winnen. Wij. Fijn, of Ajax. Ajax wil alles winnen gewoon. Ja, tuurlijk. Ja. Alles winnen. Ja. Maar goed, ik heb een raar gevoel over die wedstrijd. Want ik ben toch een beetje een Feyenoorder. Dat weet je toch? Oh ja, dat wist ik niet. Dat wist je dat niet? Nee, Simon, hou op, natuurlijk weet je dat. Jawel. En ik denk alleen maar, ja, maar straks worden ze afgedroogd daar in die Kuip, weet je wel. Wie Feyenoord wordt afgedroogd, bedoel je dat? Ja, daar ben ik zo bang voor. Dat Feyenoord afgedroogd wordt? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan toch. Wij willen altijd elke wedstrijd winnen. Dat zit in ons DNA. Oh, bij Ajax. Ja, maar goed. En Feyenoord, heb je Feyenoord zien spelen de laatste tijd? Oh, dat is ook niks, hè? Oh, dat bedoel ik. Dat ziet er niet uit. Ja. Dat is toch heel maar slecht. Ik zeg, de wedstrijd op zich is al beladen. Oh, oké. Is het ook al eens, ook zijn we kampioen. Maakt niet uit. Toch Ajax Feyenoord als verraad. Feyenoord Ajax is altijd een wedstrijd op zich, dat begrijp ik. Klopt, okay. Ja. Dus maakt niet uit of Feyenoord geen kokosnoot heeft geraakt de laatste tijd. Maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik denk dat zij uit een ander vaatje gaan tappen, denk ik. Ik denk dat Feyenoord uit een ander vaatje gaat tappen, dat ze moeten van een werklust hebben. Ja. Ja. Altijd zo geweest. En ik denk dat we dat ook eens een beetje gemist hebben. Ja. Ja, bijvoorbeeld de laatste wedstrijd. Als ik de trainer hoor praten, Dick Advocaat. Ja. Dan is het erg voor die man. Maar ja, goed. Ja, toch? Ja, zeker is het erg. Ja, voor Dick is het heel erg. Ze zijn toch allemaal profs, toch? Wie? Feyenoord? Ja. Ja, die moeten gewoon... Toch allemaal betaald voetballers, of niet? Nee, ze moeten hun kop houden. Ze moeten luisteren naar de trainer. Klaar. Ze moeten gewoon naar de trainer luisteren. En voor de rest moeten ze gaan voetballen. En alles geven. Geen precies. 100%, maar 110. Ja. Wij geven wel voor 150, waar. Bij Ajax, ja. 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 Goed. Als je in de vijf voor hem praat, is het altijd Ajax, hè? Dat weet je. Hé, Simon, zeg het maar, wat gaat het worden? Feyenoord Ajax, iedereen kijkt er naar uit. Ja, wat moet het worden? Ik denk dat het gewoon, wij gaan gewoon winnen. Oh, Ajax gaat winnen, oké. Ja, ja. Maar met hoeveel? Ik denk met 3 goals verschil.
Met 3 doelpunten verschil? Ja. Oh, fijn. Poeh, ja, dat is al pijnlijk genoeg weer, weet je, in de Kuip. Ja, maar ja, wij... Hé. Hey. Het klinkt een beetje arrogant, hè, wij, hè? Het klinkt een beetje arrogant, hè? Ja, maar nee, ja, dat zijn jullie ook. Jullie zijn ook zo arrogant. Zijn wij, maar zo zijn wij. We hebben ook de naam ervoor. Dat mogen wij ook gebruiken. Ja. Dat is zomaar 35 keer kampioen. Oh, en dan mag je arrogant zijn. Mag je, dan moet je ook arrogant zijn. Oh, dan moet je het wel zijn. Ja. Kijk, maar dat gesprek hier toch weer. Op verdorie, ja. Goed, dus jullie gaan met 3 doelpunten verschil winnen. Ja. Dus hoeveel wordt het dan? 4-1 of anders 3-0. Even kijken. Ja, het wordt 3-0. Oh, het wordt 3-0 voor Ajax? Ja. Het maakt niet uit wie er speelt bij ons. Oh, het maakt ook niet uit wie er speelt bij jullie? Nee. Het wordt gewoon 3-0? Juist. Nou ja, jullie zijn echt arrogant hoor. Jezus, Mina. Godsamme. Wat zijn jullie erg ook, zeg. Tamata. Volgende keer als ik je zie, dan pak ik je even bij je... Oké, dat is goed. Ja, doe maar nog een toe. Ik kijk er naar uit. Ik kijk er naar uit, zegt hij ook nog. Hé, hey, luister, grote vriend. Ja. We zien elkaar. Goed, Harry. En heel erg dankjewel. Goed je gesproken te hebben. Dankjewel, ja. Goed je gesproken. Succes zondag, hè, jullie. Ja, dag.